Het is alweer de derde dag van de Keiweek en we staan nu bij het sportcentrum, waarbij de studenten kennis kunnen maken met de verschillende sportverenigingen. Nou, de sportdag is natuurlijk vandaag begonnen op de Keiweek. Kan je me misschien wat meer vertellen over jullie sportvereniging? Wij zijn de GESAC, de Groningen Studenten Alpinistenclub. Waar we ons eigenlijk mee bezighouden is vooral klimmen, alpinesporten, wintersport ook. Daarna zouden we ook boulderweekenden, et cetera. Hebben jullie al leuke sporten gezien? Nou eerlijk, we zijn eigenlijk net aangekomen. Dus eigenlijk de eerste sport waarvan we dachten, oh dat is wel grappig om te kijken. Ja, even kijken. En, ja, daar turnen en zo, daar ben ik allemaal niet goed in. Maar klimmen leek me wel echt heel erg leuk om te kijken, ja. Ik ben ook wel benieuwd naar andere sporten. Ja, zeker. Ja, we hebben dat klimmen nou net gedaan. En dat is fucking spannend, maar eigenlijk ook wel heel leuk. Ja, dus we gaan de hele middag kijken. We zijn super benieuwd. Ja. Nou, wij zijn Stug. Stug houdt in de studenten turnvereniging Groningen. En dat zegt het eigenlijk al, wij zijn de turnvereniging van Groningen. Dus bij ons kun je bij elk niveau komen turnen. En naast turnen hebben wij maandelijkse borrels, hebben we activiteiten, studentenwedstrijden en een heleboel leuke feestjes. En introkamp, eindkamp. Ik ben lid van de Groningen Giants. Wij spelen American Football. Het is een vrij kleine sport hier in Nederland. Maar zoals je kan zien trekt het veel aandacht. We staan hier ook samen met onze cheerleaders die ook allerlei trucjes doen. En ja, we komen uit op het hoogste niveau van Nederland in de eredivisie. En we spelen echt door heel Nederland. Amsterdam, Maastricht, Rotterdam. Ik ga bij de beachvolleybal, bij de tweeslag, zeker kijken voor het zomerprogramma. En hier even bij de roeien gekeken, aangezien iemand van mijn keigroepje daar graag bij wil. Ja, dat vind ik ook wel geinig, even een beetje proberen, kijken hoe het gaat. Oh, het gaat best lekker, dus dat is grappig. Vind ik wel mooi. Nou, wij zijn van de Groningen Studentenroeivereniging Egier. We staan sinds 1878 en wij zijn de studentenroeivereniging van Groningen. Het mooie aan de roeisport is dat je als leek kunt instappen en dan binnen een paar jaar de nationale en internationale top kunt halen. Wij zijn de Gladiators, lacrossevereniging. En we sporten twee keer per week samen. We doen ook activiteiten, borrels, hele gezellige kleine vereniging. Ja, wij zijn een schietsportvereniging. Wij leiden mensen op tot het schieten op kaarten. Tot als het moet Olympisch niveau zelfs.